We zijn in Białowieża, een fantastisch natuurgebied in het uiterste oosten van Polen, waar we nog echte onaangetaste bossen kunnen terugvinden. Dit is hoe de Europese bossen er ooit moeten hebben uitgezien. En ook heel wat van het oorspronkelijke Europese dierenleven vinden we hier terug. De bosbodem ligt bezaaid met duizenden afgestorven of omgevallen bomen. De sporen op deze bomen laten duidelijk zien dat heel wat dieren hiervan profiteren. Deze grijskopspecht, die wat lijkt op onze groene specht, is typisch voor deze nattere bossen. Hier zoekt hij naar mieren en andere kleine insecten achter de schors van enkele verdronken zwarte elzen. Iets verderop maakt een andere vogel ook handig gebruik van de schors. Een boomklever gebruikt een spletende schors om een eikel vast te klemmen. Met zijn kleine maar scherpe snavel hakt hij erop in om hem open te krijgen. Dit keer echter vliegt hij al snel met de eikel weg. Het gekraak van de takken deed de boomklever opschrikken. Dader is de echte heerser van het Białowieża-bos, de Europese bison. Hij is samen met enkele soortgenoten onderweg naar de omliggende grasvelden waar er nu nog geen sneeuw ligt. Deze bisons zijn veel minder bekend dan de Amerikaanse, maar daarom niet minder spectaculair. In het begin van de 20e eeuw waren ze volledig uitgestorven in de vrije natuur. Een vijftigtal dieren bleef over in gevangenschap. Dankzij selectieve kweek konden in de jaren 50 in Białowieża terug enkele dieren in de natuur worden uitgezet. Dit herintroductieprogramma was een onwaarschijnlijk succes, want ondertussen leven er terug ruim 500 bisons in het Nationaal Park. Ook in andere natuurgebieden over heel Europa zijn er vandaag herintroductieprogramma's bezig. Terwijl de bisons zich uiteindelijk terugtrekken in het bos, worden ze afgewisseld door andere grote grazers. Deze edelherten doen zich ook te goed aan het gras, maar ze durven niet zoals bisons naar het meer open terrein te gaan en blijven dicht bij de bosrand. Logisch, want enkele dagen geleden is een hinde gedood door een roedel wolven. Het kadaver trekt weer heel wat andere dieren aan. De gaaien zijn hier van zonsopgang tot zonsondergang niet weg te slaan. Hoewel buizerds in staat zijn om zelf prooien tot de grootte van een konijn te pakken, profiteren zij ook graag van het dode dier. Ondertussen hebben ook raven het dode hert opgemerkt. Ze cirkelen luidkrijsend hoog in de lucht. De buizerd schrikt hiervan en vliegt weg. Raven vormen in deze winterperiode vaak grote groepen. Door hun luid geroep laten ze elkaar weten waar er wat voedsel te rapen valt. Wanneer de raven het karkas naderen, strijkt de ultieme roofvogel van Białowieża neer, een zeearend. Raven proberen instinctief elke roofvogel weg te jagen, maar de arend trekt zich er niets van aan.
Uiteindelijk is de arend het beu en verjaagt hij zelf de raven.